Welkom bij het COVID-19-journaal, aflevering 164. Een van de belangrijke frontliners is zeker weten dokter Naomi Shan Emanuel. Zij is al een hele poos belast als coördinator van de 178-lijn van het BOG en met de komst van het vaccin werd zij aangesteld als coördinator van het COVID-vaccin-team. Vandaag was het de beurt aan haar en haar team om gevaccineerd te worden. Gevaccineerd te zijn, ging het COVID-journaal in gesprek met Naomi Shan Emanuel. Zij geeft aan hoe belangrijk het is om gevaccineerd te worden. Ook over de 178-lijn gaat de coördinator er kort op in. Ik vond het best wel niet echt een plicht, maar gewoon voor mezelf. En ook als een bewijs naar de gemeenschap toe dat ik dus gewoon het vaccin kan nemen. En dat er in principe niets gebeurt. Het is gewoon veilig. Ik heb het genomen om weerstand op te bouwen, zodat mocht ik in contact komen met het COVID-19-virus, dat ik dan een milde reactie ga krijgen of zelfs geen reactie. Want nu heb ik mijn weerstand tegen het virus opgebouwd, als het ware. Dus de 178-lijn met betrekking tot COVID, de positieve COVID-patiënten, die zijn de mensen bellen iets minder. Dus de lijnen waarop de mensen dan bellen voor hun klachten door te geven, die lijnen zijn dus nu minder bezet. Dus dat gaat heel goed. We hebben minder COVID-positieve gevallen in Suriname. En nu hebben we eigenlijk, gebruiken we de lijn voor de registratie van de patiënten die gevaccineerd moeten worden. En we zijn ook bezig met de 178 call agents, de mensen in te roosteren en hun afspraken te maken, zodat de mensen op de hoogte zijn welke dag en welke tijd ze bij welke instelling terecht kunnen zijn. Om hun vaccin in ontvangst te nemen. De registratie geschiet met een formulier dat de mensen kunnen invullen. Er is een link die je dan via je telefoon of via een laptop kan invullen. Verder kan je ook naar 178 bellen en dan word je geregistreerd. Na de registratie word je dan ingedeeld in een instelling en de 178 call agents bellen je dan terug om aan te geven op welk tijdstip je naar welke instelling kan gaan. Afgelopen dinsdag vond de kick-off plaats van de vaccinatiecampagne bij het PCS. Medisch directeur Rudy Dwarkasing weet ons te vertellen hoeveel mensen er tot nu toe vanaf de start bij het PCS zijn gevaccineerd. Nou, we hadden de kick-off dinsdag, afgelopen dinsdag, 9 maart. We hebben die dag een aantal mensen gedaan. We hebben gisteren ook weer gevaccineerd en vandaag gaan we verder. We hebben dinsdag en woensdag hebben we samen 33 gedaan. Maar je moet begrijpen, dinsdag was een hele feestelijke opening, kick-off van het ding. Dus er waren minder mensen op de lijst, maar gisteren hebben we aardig wat gedaan. Totaal die twee dagen 33. En vandaag hebben we al tegen de 18, 19 gehad. We hebben één verpleegkundige van PCS gehad, die na een aantal uren zich niet zo lekker voelde, duizelig, etc. Ze is meteen conform de protocolaire regels via 178 naar AZ gegaan. En in de middag was ze weer thuis. Ik zou een oproep doen aan ieder. Het is in ons eigen belang. We willen een keer af zijn van die mondkapjes. Ook al is het niet dit jaar, maar volgend jaar. Maar we moeten die 70-80% hebben gehaald van die bevolking. Wil je gaan naar die groepsimmuniteit waar men over praat. En dan moeten we allemaal daarover. Er zijn zoveel negatieve dingen in de media. Maar ik volg het wetenschappelijk kompas.
En als er artikelen zijn die zeggen van dat is toch wel goed, kijk wat er in Israël gebeurt. Alles is al losgegeven, je kan lekker op een terras zitten en een biertje drinken en een beetje praten met mensen. En dat sociaal contact ontberen we allemaal. We merken het allemaal, u, ik ook. En we moeten naar een stukje normalisatie. En als we niet meewerken, zal dat moment steeds weer worden uitgesteld. Men hoeft niet bang te zijn voor het vaccin. Waarom? Als je nagaat hoeveel honderden miljoenen mensen al op deze aardbol zijn gevaccineerd, of het nou met Astra is of met Pfizer, straks ook nog Janssen, er zijn al honderden miljoenen. Je hoort allerlei geluiden, die heeft dat gehad, die heeft dat. Maar maak een analyse van waar het aan lag. Er zullen natuurlijk wat allergische reacties kunnen optreden, dat laat ik voor de infectiologen. Maar die zijn op te vangen volgens de regels. Het is vandaag een jaar terug dat de wereld veranderde. Economieën in landen werden lamgelegd, zo ook het onderwijs, maar ook het dagelijks leven van de mens moest noodgedwongen worden aangepast. Dit alles toen de eerste doden geregistreerd werden als gevolg van het coronavirus. Ook Suriname is niet gespaard gebleven. Districtscommissaris Senrita Gobadan gaat terug naar de eerste besmetting op 13 maart vorig jaar. Een jaar terug had niemand kunnen indenken dat de wereld zo zou veranderen. Een klein virusje veroorzaakte een pandemie met onvoorstelbare gevolgen. Het is vaker gebeurd, maar nog nooit zo erg dat iedereen in de hele wereld er zoveel last van heeft gekregen. Wij in Suriname hebben er veel minder last gehad dan bijvoorbeeld Brazilië, USA, Engeland, India. En zo kan je eigenlijk doorgaan als ik de wereld wil vergelijken. En de eerste besmetting vond plaats op 13 maart 2020. En gelijk daarna, we mogen blij zijn, gelijk daarna had de regering besluit genomen, alles moet dicht. Alles moet dicht. Een geweldig besluit. En dat moet ook gezegd kunnen worden. Want Suriname wordt beschouwd als een risicoland door de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie. En als we terugkijken in Nigeria, wij Nigeria zijn opgeschrikt in mei 2020. 117 positieve in 2020, 31 positieve gevallen in januari, 6 positieve gevallen in februari en heel jammerlijk ook wel 3 doden in Nigeria betreuren op een inwonerstal van ongeveer 35.000. Elk één is te veel, dat moeten we wel zeggen. Elk één is te veel. En als grensdistrict, ik heb net Brazilië genoemd, Guyana, Frans Guyana, moeten we uiterst voorzichtig zijn dat er geen mensen naar binnen komen zonder dat ze getest zijn. Zeer belangrijk. En onze samenleving, en dat wij zeggen alle samenlevingen, is ingewikkeld. Precies afgesteld systeem, hè? Wat je niet verwacht, dat krijg je. Dus net als dagelijks horen we Bosjebrug een aanrijding en dan krijg je het verkeer, een infarct zeg je, want dan is alles stop. Je moet wachten, uren wachten, dat alles opgelost is. En we hebben een sociaal infarct gekregen. En dat moeten we wel beseffen met corona. En in deze maand is het duidelijk geworden, ja, hoe alle draden van de maatschappij verbonden zijn met elkaar. We zijn naar elkaar gekomen. We waren verplicht om thuis te blijven met de gezinnen, met onze gezinnen. We zijn als het ware verplicht geworden om heel veel zaken, de goede kanten, hè, die we misschien verwaarloosd hadden in de tijd, om de draad weer op te pakken. En we moeten wel duidelijk weten, vaccins helpen beslist wel. Maar het probleem zal niet voor eeuwig verdwijnen, dat moeten we ook weten. En vandaar dat we zeggen, houd de COVID-regels in acht. Heb je vaccin dan nog? Houd de Bohana-regels in acht. In Brazilië is de situatie aan het verergeren.
Het is voor het eerst dat in Brazilië meer dan 2000 doden op één dag geregistreerd staan. De zorg staat in vrijwel het hele land op instorten. Lockdowns komen amper van de grond. Het vaccineren gaat traag. Afgelopen week overleden in het hele land meer dan 10.000 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Deskundigen en ook de Wereldgezondheidsorganisatie slaan alarm. Ziekenhuishygiënist Kathleen Jari stelt de mensen die huiverig zijn voor het vaccin gerust. Zij geeft aan dat tot nu toe er geen enkele klacht binnen is gekomen van mensen die zijn gevaccineerd. Alleen in het academisch ziekenhuis zijn tot nu toe meer dan 900 mensen gevaccineerd. Tot nu toe verloopt de vaccinatie vrij vlot. Er vond dus een voorregistratie plaats dat eigenlijk het gehele al vergemakkelijkt. En daarmee wordt dus op dagbasis gewerkt. Omdat de mensen dus een tijdsindeling krijgen hoe laat ze zich hier moeten aanmelden. Tot nu toe zijn er ongeveer vanuit het academisch ziekenhuis hoog 900 zoveel mensen gevaccineerd. Nou, de boodschap wat ik aan de mensen wil meegeven die zich nog niet hebben opgegeven om te vaccineren. Tot op dit moment mag ik u wel aangeven dat we geen asusdanige ernstige klachten hebben. De enige klachten wat men krijgt is dus iets dat normaal is. Pijn aan de arm dat je krijgt, een beetje kortzig gevoel, lichaamspijn. Maar dat zijn allemaal normale reacties nadat je een vaccin hebt gehad. Dus tot op dit moment zijn er geen ernstige gevallen geweest waarbij mensen in de intensive care of in de SEH beland zijn geworden. Dus het is vrij veilig, moet ik aangeven. En ik zou zeggen, laten we elkaar beschermen om ons massaal te laten vaccineren. In deze editie van het COVID-journaal geeft Dr. Algu de procedure aan hoe het allemaal verloopt bij de vaccinatie. Dr. Algu is belast met de protocollen voor de vaccinatieplaatsen. Dat is waarmee we bezig zijn geweest om voor elke stap waar nodig, maar ook voor elke vaccinatieteam uit te werken wie doet wat bij het vaccineren. Er moeten supervisors zijn, er moeten teamleden zijn, er moet iemand zijn die de administratie uitvoert, er moet een verpleegkundige zijn of een de intakeformulier doorneemt. Er moeten metingen gedaan worden, zoals bloeddruk en pols en dergelijke. Dus de gezondheidscheckmetingen worden gedaan. Vervolgens worden de verzamelde informatie, indien er bijzonderheden zijn, met de arts die ook deel uitmaakt van het vaccinatieteam besproken. En dan krijg je het antwoord van: ja, je mag gevaccineerd worden. Nee, we gaan het nu even uitstellen met 2 weken. Of nee, er moet nog meer nader onderzocht worden voordat je een besluit neemt om iemand te vaccineren. Dus daar wordt een besluit. En dan wanneer je de toestemming hebt gekregen om gevaccineerd te worden, dan ga je naar de vaccinatiekamer. Daar is de vaccinatiezuster die jou het vaccin geeft. En vervolgens word je dan geplaatst in een andere ruimte ter observatie. Daar is ook een verpleegkundige en een arts, dezelfde arts, die dan de patiënt monitort na het ontvangen van het vaccin. En wanneer alles goed is gegaan, dan mag je het instituut met je vaccinatiekaartje verlaten. Verder, als je ook naar huis bent gegaan en misschien de volgende dag iets voelt, en je twijfelt van hey, dit is met mij aan de hand, dan krijg je ook een speciaal telefoonnummer mee waarop je kan bellen. En dat is het 178 nummer waarop jij als patiënt kan bellen en zeggen van ik heb die en die verschijnselen, wat nu? Ik ben gisteren gevaccineerd of 2 dagen geleden, wat kunnen we doen? Of je kan je huisarts contacten en meteen zeggen ik ben gevaccineerd en ik voel nu hoofdpijn of ik heb dit of dat. Alle mogelijke klachten die zouden kunnen optreden, hoe mild ook, is prettig en goed voor ons allen om te melden, zodat we het kunnen registreren. Want net zoals we zeiden, dit is geen nieuw verschijnsel ook. We doen het ook bij alle andere vaccinaties, dat als er klachten zijn, dat je weer naar je huisarts gaat of naar de vaccinatieplek en vraagt van wat is er aan de hand. Maar we hebben het dit keer makkelijker gemaakt door nog een telefoonnummer beschikbaar te stellen waarop je meteen ook kunt bellen voor bijzonderheden en advies. Mensen met onderliggende klachten dienen alvorens gevaccineerd te worden aangeraden om eerst een huisarts te contacten. Wij vroegen aan Dr. Algu wat de rol is van een huisarts tijdens het vaccineren. Je hebt
verschillende soorten huisartsen. Je hebt particulier gevestigde huisartsen. Dan heb je de RGD-artsen, de medische zendingartsen. In dit geheel zijn sowieso de RGD- en medische zendingartsen al aan boord in de vaccinatieteams en maken deel uit van zo'n team om te vaccineren. Er zijn ook huisartsen die vaccineren, maar die zijn nog niet in het team opgenomen voor COVID-vaccinatie. Dus dat denk ik dat na deze ronde er gesproken zal worden met huisartsen die dat ook zouden willen doen. Maar dan moet je ook alles in place hebben om het te kunnen doen, hè. Dus wat de overige artsen betreft, die hebben altijd een rol in die zin van dat ze als mensen met klachten na vaccinatie komen, dat ze helpen opvangen, hun regulier werk kunnen doen. Als er patiënten zijn die vragen hebben van dokter, mag ik gevaccineerd worden, kunnen ze met hun huisdokter overleggen. Want ik denk dat mensen behoefte hebben om meer teksten uitleg te krijgen. En je gaat zeker naar je huisarts toestappen om meer informatie te krijgen. Dus dat is ook een van de rollen die de huisarts heeft om mensen adviezen te geven met betrekking tot het vaccineren. En zo zijn we ook vandaag weer aan het eind gekomen van dit COVID-19 journaal. Vergeet niet om jezelf te registreren voor het vaccin. Dat doe je op de website van het BOG, www.bogsurinam.com of laatjevaccineren.sr. We zien elkaar morgen weer bij een nieuwe aflevering van het COVID-journaal. Tot dan!